Welkom bij deze Vet Visuals over multiresistente bacteriën bij chronische huid- en ooraandoeningen. En als we het hebben over multiresistente bacteriën bij huid- en ooraandoeningen, dan hebben we het, althans in Nederland, eigenlijk vrijwel altijd over MRSP. Ik wil het laten zien wat het betekent voor de patiënt en ook voor je eigen praktijk aan de hand van de patiënt. En onze patiënt is Gucci. Dat is een Franse bulterrier, teefje van 11 maanden oud met heftige jeuk en heel ernstige huidklachten, dus duidelijk zichtbaar over het hele lichaam. We hebben van Gucci huidafkapsels gemaakt, er waren geen mijten in te vinden. We hebben een cytologisch onderzoek gedaan van een afdrukpreparaatje en daarin vonden we heel veel intracellulaire kokken, maar geen gisten. En de behandeling bestond in eerste instantie uit stronghold en 3 weken cefalosporine.